Goedenavond. Daar zijn we weer. Even kijken of ik mezelf ook zie, want dat is ook wel handig natuurlijk. Nou, er zit weer een enorme vertraging in, zie ik. Even kijken. Ik zie wel dat jullie al schrijven, dus we zullen er wel weer zijn. Hallo allemaal. Nou, mijn eerste live van een serie van 3 bijna. Morgen vroeg om 11 uur ben ik er ook. En tweede kerstdag om 7:30 ben ik er ook weer. Er was even een foutje in de nieuwsbrief, geloof ik. Dat we allebei om 4:30 zouden doen, maar ik ben dus om 7:30 tweede kerstdag live. Morgen om 11 uur ben ik live met een kersttag van de 7 tags of Christmas. Alweer de laatste dan, hè, want dan is het alweer kerstavond morgen dus. En ja, dan is het jaar al zo weer voorbij. Ik moet zeggen, dit jaar laten we ook maar snel vergeten. Volgend jaar nieuwe start met hopelijk betere, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat het volgend jaar allemaal beter gaat als dit jaar met alle gekke toestanden. Hè? Het is toch een heel vreemd jaar geweest, vind ik. Maar goed, we gaan vanavond lekker aan de hartsenflat, zoals we dat wel eens zeggen. Ik heb daarvoor een rijspapiertje uitgezocht. Ik heb stempels, ik heb grijsboord, ik heb van alles om me heen gepakt. Wat ik eventueel wil laten zien. Wat het uiteindelijk wordt, ik heb geen idee. We zullen het meemaken. Ik heb, even kijken, ik mis nog iets. Dat heb ik. Maar ik had ook nog ergens klaargelegd. Oh ja, ik heb hem al. Die zit alweer in de doos voor tweede kerstdag. De embossing inkt gaat er ook nog aan te pas komen. Embossing poeder heb ik al wel. Dus nou, wat mij betreft gaan we beginnen. Hoi Kira. Oh, ik vind het altijd spannend als jij er bent, want je bent altijd zo goed. Goed, reispapers in een art journal. Nou, dit is mijn art journal van Janine's lijn. Ik heb daar extra geen verf overheen gedaan. Vond het wel leuk dat haar signature er nog op stond. Er zit al wel iets in. Maar er kan natuurlijk nog veel meer in. En dat gaan we dan vanavond maar eens even doen. Dus ik pak daar 2 pagina's uit. En dan ruim ik deze weer op, want dan kunnen ze daar straks natuurlijk weer in. Nou. De art journal pagina's zijn van aquarelpapier. Ja, dan ben ik nerveus bij jou. Heel gek is dat, hè? Maar... Ik vind het altijd heel eng als de andere echte goede live dames meekijken. Maar goed, ik ga mijn best doen en meer kan ik natuurlijk niet. Papier wat er dus in zit is aquarelpapier. En dat heeft altijd, of altijd, maar dit papier heeft 2 kanten. Het is, de ene kant is wat gladder als de andere kant. Dat is wat ruwer. Nou, dan is maar net waar je voorkeur naar uitgaat. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar de gladde kant. Op een of andere manier heb ik daar iets mee dat ik dat fijner vind. Maar je kan ook rustig de andere kant gebruiken. En die 2 pagina's, die ga ik even met een tijdelijk tapeje aan elkaar plakken. Dat doe ik dus wel op de achterkant. Althans, voor mij de achterkant. Want ik wil dan een dubbele pagina maken die toch weer mooi aan elkaar gaat passen. Oh, volgens mij gaat het over 50 worden. Ja, volgens mij, Kira, word jij morgen al 50 dan? Oh jee.
Nou, ik heb het ook gehad in juli. Ik vond het allemaal nog wel meevallen. Het is alleen een beetje jammer dat het nu, dat het allemaal niet zo feestelijk. Je kan geen feestje of iets geven. Dat vond ik heel jammer. Dat vind ik dan altijd nog wel leuk om dan een feestje te geven. Maar dat was er helaas niet bij dit jaar. Maar dat houden we nog te goed. Ik had dit rijspapiertje uitgezocht. Dat is de Rice RISC JMA 30 van Janine's Lijn. En daar ga ik bepaalde delen van gebruiken. Ik doe dan gewoon een beetje water aan een penseeltje. En dan ga ik mee om de delen die ik wil gaan gebruiken in mijn art journal op de pagina. Nou, dit deel wil ik graag hebben. Dus ik teken daar gewoon een beetje ruim omheen. Zodat ik er ook nog weer wat verf overheen kan doen. En dan trek je hem eigenlijk gewoon uit het papier. Je kan het ook knippen. Maar als je hem scheurt, dan krijg je die vezeltjes van het papier zo mooi. Die blijven er dan zo mooi aan zitten. Als je het knipt, dan krijg je echt die strakke lijn zoals deze buitenkant. Nou, die buitenkant, die witte lijn, die kan je er ook af doen. Je kan ook zeggen van, ik wil dat toch strakker houden. Zodat mijn buitenste rand van mijn art journal ook mooi strak blijft. Maar van mij mag die eraf. Dus ik pluk daar gewoon die witte rand, zeg maar, pluk ik gewoon weg. Hij is te klein om hem mooi te scheuren. Dus ik pluk daar gewoon stukjes weg. Nou, en dan wil ik natuurlijk nog meer delen, want ik zie hier nog een blaadje. Die wil ik ook. Nou, en niet dat witte, maar alleen het blaadje wil ik. En dan zit hieronder ook nog een mooie bloem. Maar er zitten ook nog weer kaarsjes. En eigenlijk vind ik dat ook wel heel erg leuk om erbij te gebruiken. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat passen. Dan ga ik denk ik deze, de hele onderkant gebruiken. Ja, dat gaan we doen. Dus ik ga hem gewoon aan de bovenkant waar ik het wil hebben. Daar ga ik een beetje water overheen doen. En dan scheur ik gewoon de delen weg die ik niet wil. En dan gaan we eens even kijken hoe dat uitpakt. Want ik kan hem natuurlijk ook. Ja, dat gaan we doen. Ik ga hem gewoon over de middenstrook plakken. En dan als het helemaal klaar is, dan snij ik dat gewoon weer door midden. Dus ik pluk gewoon die buitenste randen er weer af. Beetje water erop. En ik wil dat toch wel een klein beetje ruw hebben. Ik zie nou in één keer van allerlei leeftijden voorbij komen. Volgens mij zijn er meerjarig morgen, als ik het zo zie. Ik krijg niet helemaal alles mee, maar. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe we dit erop gaan maken. Ik denk deze hier. En deze aan deze kant in het losse blaadje. Dat kan hier nog wel ergens zo rondfladderen, denk ik. Ik denk dat ik hem er zo op ga plakken. Nou, ik pak even mijn plankje. Of een plankje. Ik had altijd een plankje, maar op een of andere manier is mijn plankje zoek. Ik heb nu een stuk 30,5, 30,5. En, nou, Kira, kijk met mijn ogen dicht. Oké, ik weet niet of je daar zo vrolijk van wordt als je mentaal. Maar dat geeft niet. Ik kom hier vandaan. Als ik jou hoor, hoor ik weer een andere taal. Dat vind ik ook weer prachtig. Dus
We doen het allemaal om de mensen die nu allemaal thuis zitten toch maar weer lekker bezig te houden. Ik had dus een kartonnetje. Een grijsboord karton. Dus van een dikke chipboard. Nee, grijsboord heet het 2 mm dik. Daar heb ik een stuk van mijn craftsheet opgedaan met zowel lijm als met wat nietjes aan de rand. Want ik merkte toch dat het wel ging opkrullen. Dus daar ga ik lekker op kliederen. Mijn pot. Waar is mijn pot met Liquitex? Nou, ik gebruik Liquitex omdat ik dat hier heb staan. Je kan het ook met een hard sealer doen. Je kan het met Mod Podge doen. Alles staat gelinkt in de webshop waar je dit mee kan plakken. Even kijken waar mijn kwastje is. En ook dit plakwerk is weer net wat je zelf mooi vindt of fijn vindt. Ik vind het fijn om het gewoon op zijn kop en dan in te smeren met lijm. Oh, ik merk wel dat ik een hele harde kwast heb. Maar goed, maakt niet uit. Oh, hij wordt al zachter. Kijk. Hij moest nog even inwerken, denk ik. Hier, dat vind ik tenminste fijn om het aan de achterkant te voorzien van die lijm. En dan op mijn pagina te doen. Maar je kan ook zeggen van ik smeer de pagina in en ik leg er dan dat reispapier op. Dat kan ook. Dus het is maar net wat je zelf fijn vindt werken. Nou, dan het kleintje. Die fladder ik daar even neer. En dan hebben we nog de hele grote. Je kan ook zowel aan de bovenkant als aan de onderkant kan je dus Liquitex of Mod Podge of hard sealer of wat je ook maar doet. Kan je ook aan de bovenkant doen. Maar op een of andere manier vind ik het zelf fijner om alles, alle lijmtoestanden echt onder het papier te houden en niet ernaast. Dat is weer een dingetje van mij. Dat is heel verschillend. De een zegt, nou, ik vind het veel fijner om het andersom te doen. Nou, ook prima. Het werkt allemaal. Maar goed, zo vind ik het fijn. Dus ik ga het zo doen. Nou, ondertussen gaat mijn plaat met mijn kliedermat gaat er vandoor. Kijk, en dan die vezeltjes, die veeg ik allemaal lekker naar buiten. Dat die straks mooi weggaan in de verfjes. Nou, op zich droogt dit heel snel. Dus daar hoeven we niet zo heel lang op te wachten. Ik veeg even de lijn van mijn craftsheet af. Dan zit er straks alles onder. Zo. Die daar. Nou, dan zit de rijstpapier zit er al op. Of de rijstpaper. Hoe je het ook maar wil noemen. Oh, Yvonne, je bent niet te laat. Ik heb nog maar alleen een stukje rijstpapier geplakt. Het is wel leuk als je er bent, toch? Ik heb Amsterdam met gel medium. Ook goed. Is ook doorzichtig en plakkerig. Dus werkt ook. Nou heb ik wat verfjes uitgezocht van Cadence. Het leek mij wel dat dat redelijke kleurtjes waren. Even kijken of ik dat in beeld kan houden. Dan leg ik mijn craftsheet hier aan de zijkant. Anders dan heb ik die lamp daar weer op staan. En dan gaat het allemaal zo glimmen. Nou, ik zie al dat deze een tijd niet open is geweest. Maar ik zet gewoon wat dotjes van de lijm, of van de lijm, van de verf, van de hybride acrylic, of acrylic, hybride acrylic cadence verf. Dit is de 036, de Mavi. Dan neem ik wat van de Yuson. Dat is volgens mij een mosachtige kleur, een beetje grijzig. Die zet ik erbij. Ik ga dit straks doorsnijden aan de mieke.
En als ik hem dan in mijn art journal heb, dan past hij weer mooi bij elkaar, zeg maar. Ik neem wat van de Jessil. Nou, ik heb geen idee wat daar het Nederlandse woord voor is. Even kijken. Oh, fijn groen. Dus heel ja, grijs-groenachtig. Dus ik hoop dat ik de kleurtjes een beetje goed heb. En ik neem wat taffy. Dat is de 05, dacht ik. Ja, 005 taffy. Dat is een beetje ja, van het witte af. Ietsjes gelig. Kijken of het allemaal zo een beetje in beeld is. Nou, vast wel. Even rammelen in mijn bakje. Want ik wil graag een sponstokje. Die vind ik altijd heel fijn. En dan ga ik met die verfjes een beetje, ja, ik ga een beetje mengen, een beetje husselen. Even kijken of dat ook een beetje de goede kleurtjes zijn. Ja. Ik heb nu de blauwe Mavi samen met de Yuson. Het is ook mos. Die ga ik een beetje her en der wat opzetten. En dan zie ik dat die blauwe, die had best wel wat meer naar de aqua gemogen, zie ik. Dus ik ga eens even kijken of we die zo hier bij de hand hebben. Ik denk dat die er wel een beetje bij door kan. Anders wordt het toch wel heel grijzig allemaal. Oeps, dus ik neem een beetje mintgroen erbij. Ik dep dan gewoon een heel klein beetje aan het sponsje met wat blauw erbij door. En dan ga ik op mijn craftsheet alvast een beetje die kleurtjes mengen. Kijk, dit is beter. Zodat het wat, een beetje in elkaar overloopt, maar toch verschillende kleurtjes aan één stokje komen. Nou, deze past er beter bij. En dan zet ik hem nog heel losjes op. Dus je ziet nog overal wat witte gaatjes. Laat ik het zomaar even noemen. Het wordt niet echt volle bak. Dus ik heb hem niet echt helemaal dekkend. Ik laat hem met een beetje wat openingetjes laat ik hem zo staan. En dan ga ik ook over de randjes van het rijstpapier. Want dat loopt dan straks weer mooi door in de verf. En hier is die wat donkerder, dus daar ga ik weer een beetje meer grijs tint aan toevoegen. Kijk, en dan wordt die vanzelf een beetje donkerder. Beetje grijzer, ja, wat is het? Het is een mengelmoesje van, hè. Nou ben ik al lekker aan het kliederen om... Oh! Ja, daar was ik al bang voor. Ik schuif natuurlijk de hele handel in de door de verf. Het beeld staat steeds stil. Oh, dat is minder leuk. Ik denk dat het aan je wifi of zo ligt. Want hier loopt alles verder prima. Ik ga even twee papiertjes erbij pakken. Want ik heb natuurlijk lekker... Of een papieren ondergrond. En dan zit ik nou ook al mooi op de kliederen. En ik weet niet of er dat weer afgaat. Nou, goed. Ik ga gewoon even lekker verder met stampen. Ietsjes meer van dat aqua met een beetje blauw erbij door. Je mag hier ook best wel, sommige stukjes mogen best wel wat heftiger blauw zijn. Vind ik wel leuk. Nou, en als je nou zegt van ik wil het wat lichter, je kan er ook eventueel water overheen sprayen. Ik zal dat zo even laten zien. Daar nog een beetje meer blauw bij. En dan heel iets van die witte er weer bij door.
niet te wit, want dan kan ik er net zo goed niet wat op doen. Dan ga ik eens even kijken met een beetje water erin. Erop, moet ik zeggen. En dan laat ik die verf een beetje lopen. Natuurlijk, flesje leeg, ook goed. Dus ik weet niet of ik nou genoeg heb. Even kijken, dan gaan we even een beetje water erin doen. Oh, hier staat die grote. Ja, die is ook leeg. Nou, goed hoor. Gooien we daar wel even water in. Zo. Zul je altijd zien, hè? Zo. Kijk, nou gaat die verf, die gaat een beetje lopen. En dit lukt eigenlijk alleen nog als je de verf nog een beetje nat hebt. Ik weet niet of het te zien is. Dan kan je ook nog weer met dat sponsstokje overheen gaan. Dan ga je het nog meer verdelen. En op sommige plekken zit gewoon iets meer water. Dus daar zal het sneller verdeeld worden als op plekken waar het wat droger is. En je kan ook zeggen van nou, ik dep iets op. Dus als je nou veel water hebt gebruikt op je natte verf, dan kan je het ook nog weer iets opdeppen. Nou, even kijken. Hier nog. Nou, dat is dat. Die plons ik daar even in. Ik kan dit beter maar aan die kant zetten, denk ik. Want ik moet hier weer even mijn heat tool voor de dag halen. Want dit is natuurlijk best wel nat. Dus dat gaan we even goed drogen. Zo, ondertussen even de verf weggezet, want anders dan gooi je het er natuurlijk meer in. Kan dit ook met oxide inkt? Ja, dat zou best met oxide inkt ook kunnen. Ja hoor. Het wordt alleen anders. Maar het kan zeker. Nou, moet even goed drogen, want ik heb natuurlijk wel heel veel water gebruikt. Nou, en ook even aan de achterkant, want natuurlijk het vocht trekt door het papier, dus ik ga ook even over de achterkant. Ja, als je oxide gebruikt en je doet daar water op, dan kan je wel deppen, maar dan ga je dus wel heel veel kleur opnemen. Het is dan wel leuk om te spetteren en dan te gaan deppen. Dan krijg je hele leuke effecten met de oxide inkt. Maar dat hebben we al eens in live uitzendingen gedaan. Dus ik denk dat je daar wel ergens ergens een live van terug kunt vinden op ons YouTube kanaal. Nou, ik ga ook lekker onvoorbereid aan de slag vanavond. Dus ik heb ook geen idee wat het eindresultaat wordt. Dit is gewoon zo'n lekkere hartsflatsavond. Mijn stempels heb ik klaargelegd. Ik heb hier voor de lijn van Janine weer gekozen. Want ik vind die takjes zo leuk die erbij zitten. Het zijn een soort bamboe takjes. En die ga ik er gewoon her en der opstempelen. Met de VersaFine Clear.
Ik vind het zelf een hele fijne inkt. En dan neem ik de zwarte. En wat ik me heb laten vertellen is dat het bamboe is. Maar ik ga het wel laten hangen. Dus ik ga het gewoon aan de bovenkant. Ga ik dat gewoon stempelen. Kijk, en dan zie ik al dat mijn inkt of mijn verf daar niet helemaal droog is. Dan ga ik het nog een keer overheen. Zou ik dat durven? Ja, dat durf ik wel. Nou, maakt niet uit, we gaan gewoon lekker verder. Er komt nog van alles overheen, dus niet te veel over nadenken. Hoeft ook niet allemaal helemaal precies. Als er maar een paar takjes op zitten. Nou, even kijken waar mijn doekje is. Oh. Zo. Die doen we daar weer in. Ondertussen kan dit eventjes drogen en pak ik een klok. En dat is een klok van Dutch du Badoo. De 492006 en dan 492003. Dat zijn mijn favoriete klokken. En die wil ik er ook nog op verwerken. En dan pak ik de grootste klok. En er zitten nog wijzertjes in en kleine radertjes en nog 1, 2, 3. Ja, twee klokken meer en een soort radertoestand. Dat kan je allemaal gebruiken. Hier gaat de binnenkant ook uit. En in die binnenkant zitten weer allerlei tandwielen. Radertjes, hoe je het maar noemt. Nou, hier hoef ik niks aan te doen, zie ik. Want die is al helemaal leeg. Vaak dan moet je nog even die stukjes eruit halen. Maar dat hoeft dus nu niet, zie ik. Helemaal handig. Ik ga die voorzien van de Distress Oxide. En dan heb ik daarvoor de Speckled Egg uitgezocht. Die ga ik daar gewoon overheen zetten. Het is ook een beetje een blauw-grijze tint, de Speckled Egg. En dat leek mij wel leuk om die daar dan, om die kleur erbij te gebruiken. Ik zal hem even een beetje droog laten, want het is nog een vrij nieuwe inkt, dus andersom. 10, 11, 12, 8, ja, jullie zijn wakker. 12, 1, ja, ik zie het nu ook. Nou, gaan we ook deze kant even voorzien van inkt. Inderdaad, ik had spiegelbeeld. Goed dat jullie allemaal zo wakker zijn, hè? Nou heb ik hem goed. 12, 1, 2, 3. Ja. Ik ga daar een soort glanslaagje overheen doen. De machine is nog zelfs nieuw, deze kleur. Zit nog in de verpakking. Hoe erg is dat? En dat is ook weer de Speckled Egg, maar dan de glaze. En de glaze, dat houdt in dat het een beetje doorzichtig blijft. Ik heb nu de Speckled Egg oxide inkt. En daar ga ik ook de embossingpoeder van gebruiken. Dus het wordt dubbelop. Ik heb dan gewoon de embossingpoeder met zo'n penseeltje eraan. Het is net een potje nagellak, zeg maar. Ik vind dat zelf wel heel handig bij dit soort projectjes, zeg maar. Kan je lekker zo een beetje overheen kliederen. Er zijn ook rollers. Althans, die waren er. Ik heb eigenlijk geen idee of die er nog zijn.
Maar ik vind deze penseeltjes wel heel handig. Je kan natuurlijk ook met je stempel Versamark erop stempelen. Dat kan ook. Maar nou kan ik lekker een lekker dik laagje zeg maar aanbrengen. Dat vind ik altijd wel mooi als er ook een mooie laag embossingpoeder overheen zit. Heel soms als het niet in één keer lukt, dan doe ik het nog wel eens in twee keer. Dat die echt mooi een dikke laag krijgt. Nou, volgens mij ben ik zo goed als rond geweest. Alles glimt volgens mij wel. Nog een beetje. Even kijken. Nou, volgens mij wel. Ja, speckled egg is echt een hele mooie kleur. Dan ga ik daar die glaze overheen doen. We zien daar nog een beetje. Ja. De rest kunnen we weer in het potje mikkeren. En dan kunnen we dat even met de heatgun gaan verhitten. Zodat het mooi in elkaar in elkaar overloopt. Ik ben even aan het lezen. Ik doe soms mijn embossingpoeder rechtstreeks in de ogen natte inkt. In de ogen. Maar je moet het niet in je ogen doen. Ik vind het lastig, want dan zit ik er zelf een beetje vreemd voor. Dus ik hoop dat ik het allemaal goed zie. Even kijken, ja. Dan krijg je een hele mooie glanslaag. Ik weet niet of het voor jullie te zien is dat hij verhit wordt, dat het dan begint te smelten. Dat potje dat heet brush. Moet ik even denken, embossing brush. Volgens mij uit mijn hoofd. Ik zal zo even kijken. Nou, volgens mij heb ik hem helemaal gehad. Dus kunnen we het lawaai weer uitzetten. Ja, er is inderdaad een embossing hulpmiddel. En daar kan je dus dit soort dingen inklemmen en dan kan je je figuurtje zeg maar verhitten zonder dat je het in de handen vasthoudt. Nou ja, goed. En je kan je heat tool erin opbergen. En ja, het was een hele mooie, maar ik heb hier gewoon geen plek voor. Voor dat standaardje, want ik ben gewoon hier lekker volgebouwd nog. Mijn dochter dus heeft het huis bijna klaar. En als ze weg is, dan zit ik toch te twijfelen om haar kamer in te pikken. Maar aan de andere kant, ik zit nu lekker aan de keuken, moet ik het zeggen, richting, ik kan naar buiten. Ik heb hier een buitendeur aan mijn hobbyhok en ik kan zo de keuken in. Dus als ik iets aan het koken ben of iets dergelijks en ik moet even wachten, kan ik zo hier aan mijn bureau gaan zitten. Dus ik ben nog aan het twijfelen of ik hier blijf of dat ik naar boven ga. Maar goed, dat zien we dan wel. Ja, dit is embossing glaze en dit is de WOW embossing brush. Ik vind hem zelf heel fijn. Je kan lekker goede laagjes aanbrengen. Even kijken. Dan haal ik mijn pagina er weer bij. En dat leek mij tenminste wel leuk om die hier dan op te verwerken. Alleen eens even kijken waar. Nou, ik denk daar. Dan ga ik nog eerst even wat anders doen. Want dit is natuurlijk weer iets wat
hoger licht. Dus ik ga eerst even met mijn stencils aan de gang. En dit zijn ook stencils uit de lijn van de JMA collectie. De muurtjes komen uit de eerste. En de andere twee uit de tweede lijn uit mijn hoofd. Weet ik zo niet. Ik heb alles in elk geval gelinkt in de webshop. Nou, dan pak ik erbij. Waar is het gebleven? Zet je alles klaar voor tweede kerstdag, maar voor vanavond Homa. Maar heel veel is hetzelfde. Dus ik kan gewoon uit dat doosje weer van alles uitgraaien. Deze wil ik er graag op. En dat is de Perla. De Dora Perla. Dat is een relief pasta. En dat is een pasta en er zit een soort van zandkorreltje in. Laat ik het zomaar omschrijven. Die ga ik gebruiken en die ga ik dan door die mask van die, noem het eens, krakelee-achtige toestand smeren. Pak ik even mijn spateltje erbij. En ik zie wel dat ik mijn dekseltje er niet heel erg goed op heb gehad. Er had ook eigenlijk een plasticje tussen gemoeten, maar goed. Ik ga gewoon lekker her en der een beetje krassen, doordat er die steentjes op in zitten. Maar ik ga dus her en der een beetje van die krakelee, zeg maar, aanbrengen. En het klinkt ook echt net of er zand in zit. Nee, ik wil het niet op twee plekken. Ik ga niet steeds heen en weer. Wel goed voor de lijn trouwens. Hier nog een beetje. Ja, hier nog een beetje. Ik wil het natuurlijk wel in... Het moet natuurlijk weer in drievoud. Zo, nou, die kan ook in mijn bakje met water. Die zien we straks wel terug. Leg ik gewoon even tussen zo'n nat billendoekje. Dan gooien we hem straks zo even in het sopje. Dus die potjes van Cadence. Het mooiste is als je ze niet elke dag gebruikt, zeg maar, om daar... even een plasticje tussen te doen. Dat scheelt toch een heel stuk met het uitdrogen ervan. Deze vind ik trouwens ook wel heel erg mooi, maar ik ben bang dat het dan een beetje te veel wordt. Ik ga deze even drogen. Dan kan ik zo verder. Nee, dit was een grijze kleur. Ja, anthraciet heet het volgens mij. Ja, grijs is dat dan. Even spieken. Anthraciet, ja, grijs inderdaad. Maar ik vind als je hem zo ziet, is er net of er een klein beetje een groenig tintje door zit. Nou, ik moet dit wel even drogen, want anders dan kan ik niet verder. En ik wil er natuurlijk nog wel iets meer bij op. Nou, ik ga hem ook weer even aan de achterkant. Vaak trek dan het papier ook nog even een beetje weer recht. Ja, ga jij eens even aan de kant. Zo. Dan hebben we ook nog zo'n muurtje. En we hebben beton effect. Betonpasta, noem het eens. Reliefpasta. Moet ik even kijken, want dit is al een oude. Of deze nog wel werkt. En anders dan pakken we even de nieuwe pot erbij. Want ik heb al een hele tijd niks meer gedaan, moet ik zeggen, met dit soort... dat is nog wel... Dat werkt nog wel. Nou, dan gaan we even een muurtje bouwen. Een heel klein muurtje. Spateltje zo plat mogelijk, dat je het niet onder je stencil duwt.
En dan heb ik een heel klein stukje muur gemaakt. En dat ga ik ook aan deze kant een beetje doen. Even zien, waar is mijn papiertje? En ik vergeet steeds het stukje mee te nemen uit de winkel om hieronder te leggen. Dat is een soort, ja, noem het maar zeil. En daar kan je dus wel lekker op kliederen. Maar ik vind die, als ik die kraft zie het hier neerleg, dat glimt zo. Dus vandaar dat ik even wat anders heb bedacht. Maar helemaal handig is het niet. Maar goed. Daar ook een klein muurtje. En er zit ook echt ja, beton look, maar het voelt ook echt als beton. Als het straks opgedroogd is, is het ook echt helemaal hard. Echt beton. Dus het is niet alleen de look, maar het voelt ook nog echt als beton. Nou, hier ga ik ook nog een stukje doen. En ik ben wel van de drievoud, zeg maar. Het moet bij mij wel terugkomen. Een beetje om het watertje heen waar dat die waterdruppel in springt. Kijk, dan heeft het, loopt het water ook niet meer weg. Want het, er zit een muurtje omheen. Ik ga die weer even in een nat doekje leggen. En dan mag die straks lekker in bad. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Wat kunnen we nog meer doen? Ja, dit natuurlijk weer even drogen. Waar is mijn deksel? Het is wel iets ja, waar je vaak even mee moet drogen. Tenminste, als je door wil werken, hè. Als je de tijd hebt, dan laat je het gewoon elke keer rusten. Maar goed, dan zit ik hier een uur te wachten en dan zien jullie niks. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, ik neem ook weer even de achterkant mee. Zo. En dan pak ik even de script. De scriptstempel bij ook die is van de JMA collectie. Ik gebruik vanavond volgens mij alleen maar spullen uit die collectie. En dan ga ik even de Warm Breeze, heet die geloof ik. Dat is een beetje een, ja, een aquarelachtig groen tintje inkt. En dan ga ik die stempel gewoon zonder stempelhulp en zonder stempelblok gebruiken. Ik zet gewoon mijn vingers op dat blok, duw hem in de inkt en dan zet ik her en der een klein beetje script. Hoeft niet te netjes, gewoon uit de handen een klein beetje tekst. Heel klein beetje. Er zit nog heel iets aan, dus dat kan ik daar nog even duwen. En dat heb ik dus met de Warm Breeze van VersaFine Clear gedaan. Dan ga ik eens even kijken waar ik de klok ga plakken, want dat wou ik eigenlijk hier doen. Die ga ik niet op het midden plakken, want dan moet ik die klok ook doorsnijden. Dus misschien ook wel leuk als die hier zit. Dan heb ik daar nog die kaarsjes. Even kijken, ga ik hem hier doen? Of hier? Ik ga hem toch hier doen, ja. Nou, ik plak dat gewoon even met een beetje doobadoelijm vast. Lijm zit natuurlijk in een zo'n naaldflesje. Daar kan je hele mooie kleine dingetjes mee plakken. En je kan dit ook plakken met die Liquitex of met de Mod Podge, waar je ook de
rijstpapier mee plakt, dan kan je dit ook mee plakken. Dat werkt ook allemaal. Dus maakt niet uit als het maar plakt. Nou, ik zal even goed opletten dat ik de 12 bovenaan heb. En de 5 onderaan, de 6 onderaan. Even mijn doppie er weer op. Zo. Nou, daar kan je natuurlijk ook nog wijzers in plakken. Maar ik ga er zo een tekst in plakken. Dus die wijzers, die plak ik er niet in. Ik ga nog wel een beetje beton of mos erop doen. En ik pak er nog even de tekststickers bij. En ik pak er nog even de roestverf bij. Oh, ik ben er nog niet hoor. Nou, wat ik had bedacht is om hier een tekst overheen te doen. Nou, ik pak meteen de eerste. Ik vind hem wel leuk. Just do your thing. En die plak ik over de klok. Kijk, dat vind ik wel grappig. Dan neem ik nog een beetje van het mos. Nou, ik heb een nieuw potje. Mijn andere potje was alweer leeg. Even kijken. Een spateltje. Waar ben je? Spatelt. Oh ja, deze wil ik graag. Even het dekseltje eraf. En deze heeft natuurlijk een hele tijd rechtop in mijn kastje gestaan. Dus ik ga hem wel even een beetje roeren, zeg maar. En dit is de donkergroene. Ik heb die donkergroene genomen omdat ik die toch wat meer vind ophalen bij die bladeren van die lelies. Kijk, de lichtgroene vind ik net iets te vaalgroen. Dat mos, dat, er zitten zelfs een soort van haardeeltjes in. Ik weet niet of het te zien is. Er zitten echt van die pluisjes meer in. Dat is echt heel leuk spul. En dat smeer ik dan een beetje tussen die, hoe heet dat? Tussen die muurtjes. Het is ook gewoon een propje wat je er ook kan doen, zeg maar. Dus de steentjes zijn een beetje oud geworden door het mos wat erin zit. En ik moet zeggen, ik vind het potje fijner werken als die al een tijdje open is. Dat merk ik wel. Maar dat geeft niet. Dit gaat ook. Daar hebben we ook nog een stukje muur. En dan prop je dan gewoon een beetje van dat, van dat mos prop je ertussen. Nou, hier doe ik straks even een dingetje tussen, een plasticje. Nou heb ik de twee pagina's aan elkaar gemaakt. En die wil ik wel van elkaar. Dus ik ga hem even aan de achterkant zo openmaken. En dan snij ik hem even door. Even kijken waar mijn mesje is. Mijn mos is natuurlijk nog niet helemaal droog. Dus ik kan niet de hele handen op zijn kop gooien. Maar dat geeft niet. Dat komt wel. Kijk, nou heb ik er twee. En dan ga ik de randjes. Ja, het is net ettensoep. Ja, ja, nou ik kan even geen ettensoep meer zien. Ik heb van de week 10 liter ettensoep of zoiets gekookt. Dus ik kan weer even vooruit. De hele familie is weer voorzien.
Ik ga nou met de Rusty Patina en dan de Grey Black, of het is eigenlijk de Black. Ga ik nu langs de randjes. Dit vind ik zelf heel mooi, omdat het dan die pagina een beetje ophaalt. Dat zwarte, dat komt toch echt weer, ja, dat haalt het een beetje terug. Ik ben altijd zo iemand die haalt met zo'n sponskwastje wat uit het potje. Dan dep ik het even in dat blikje, in het dekseltje, zodat het een beetje verdeeld is aan je sponsje. Nou, en dan ga ik de binnenste rand ga ik niet doen, want ik vind het mooier als die straks aansluit tegen de andere aan. Zie je het verschil van waar een zwarte rand om zit en niet? De andere kant van het papier gebruik ik eigenlijk niet. Heel af en toe, als ik weinig geknoeid heb, dan wil ik nog wel eens een ander stuk papier opplakken waar ik weer een leuke kaart of zo opplak. Dat dan nog wel eens, maar eigenlijk doe ik met de achterkant niks. Maar het kan wel. Dat is maar net wat je wil. Je kan ze ook aan elkaar plakken, tegen elkaar aan als pocket en dan weer iets erin schuiven. Kan ook nog. Nou, zo. Even zo neerleggen. Kijk, dat zwarte, dat vind ik, dat haalt toch wel mooi op, zeg maar. Nu ga ik nog even mijn Posca pen erbij zoeken. Want dat vind ik altijd heel erg leuk om te doen. Dan ga ik lekker spetteren. Maar ik zie mijn Posca. Ja, toch. Zijn, waar is die nu? Even goed schudden, dat de verf allemaal goed vermengd is. Ik heb nu de zwarte. En je kan natuurlijk ook met andere kleuren spetteren. Ik laat hem even een stukje goed. Even goed induwen dat er kijk, goed wat inkt aan de bovenkant zit. Dan pak ik nog een witte, of een zwarte potlood. Waar is die? Deze. Dat is de Stabilo. En dat is een potlood die geschikt is voor plastic, karton, op glas, metaal. Je kan daar overal mee opschrijven. Maar je kan hem ook heel mooi uitvloeien met water. En ik vind het altijd wel mooi als het langs één kant, zeg maar, van een pagina of iets langs een creatie komt. Dus bijvoorbeeld dan nu langs deze klok. En dan alleen aan de rechterkant en ook van dit stukje tekst, dus een beetje onder en een beetje aan de rechterkant. Dan pak je een penseeltje, kan met allerlei penseeltjes en een beetje water. En dan ga je er overheen en dan kan je dat heel mooi uitvloeien, zeg maar. Dan wordt het heel mooi zwart. Gewoon met een beetje water. Aan een penseeltje. Kijk, dat reageert echt heel snel. En dan krijg je een beetje, een beetje diepte erin. Ik zal hem even aan de binnenkant ook nog doen van de klok. Ook alleen aan de binnenkant. Hoe moet ik dat nou zeggen? Dat het naar rechts toe schijnt. Gewoon water eroverheen. Kijk, en dan loopt het dan vanzelf een beetje de goede kant op. Kijk. Dan krijg je echt een beetje schaduwidee, zeg maar. Nou, voor mij hoeft er niet meer op. Ik vind hem leuk zo. Dus do my thing. Nou, ja, ik deed mijn thing. En als die goed droog is, dan gaat die in mijn art journal. Zo'n potlood heet de Stabilo All
De 9, nee, de 8046. Dus de Stabilo Al en dan Aquarellabele. Ja. Dus echt, hij is er ook in het wit en in het blauw en in het geel, dacht ik. Er zijn dus meerdere kleurtjes van. Maar dat is echt een hele fijne om schaduw aan te brengen, zeg maar. Nou, mijn mosjes gaan drogen. Als dat allemaal droog is, gaat hij in mijn art journal. En dan zal ik er even een fotootje van maken. En dan komt hij op de pagina. Dit was het voor vanavond. Morgen om 11 uur ben ik terug. Dan ga ik een tag maken van de 7 Tags of Christmas. Dus wie weet hoor je mij morgen vroeg weer. En anders ben ik er ook nog weer op tweede kerstdag. En dan ga ik echt aan de klieder. Dan ga ik een mixed media canvas maken. Laat ik het zomaar omschrijven. Ik wens jullie een fijne avond verder. En misschien dan tot morgen. Dag allemaal.